De logistieke hotspot Rivierenland, waar Middelen een belangrijk onderdeel van is, staat op de 5e plaats van logistieke hotspots van Nederland. Dit resultaat komt voort uit de jaarlijkse verkiezing van het blad Logistiek Magazine, dat de logistieke hotspotsverkiezing houdt. De ranking komt tot stand door een panel bestaand uit 35 experts, die voornamelijk werkzaam zijn in de hoek van logistiek vastgoed en logistieke dienstverlening. Zij waarderen de logistieke hotspots op basis van 6 criteria, waaronder aanwezigheid, infrastructuur en bereikbaarheid logistieke knooppunten. Dat is gekomen doordat we bestuurlijk het afgelopen jaar, dat deden we daarvoor ook al, maar het begint nu vruchten af te werpen, dat we echt de focus hebben gelegd op die logistieke hotspot. En logistieke hotspot, de rang waarin je komt, die wordt gewaardeerd onder andere door, zijn er voldoende arbeidsplaatsen, hoe is het met onderwijs, hoe is het met de bereikbaarheid, hoe werken gemeenten mee. Nou, daar hebben we behoorlijk op ingezet de afgelopen periode. Het ROC heeft bijvoorbeeld opleidingen met name gericht op logistiek, samenwerkingsverband met de hogeschool. En daarvan zie je dat er nu in Zaltbommel, in Culemborg en ook hier op Medel vraag is naar bedrijventerreinen. Omdat we zijn een goed visitekaartje en daar zijn we heel trots op. De regio Venlo-Venray is dit jaar met een maximale score uitgeroepen tot logistieke hotspot nummer 1 van Nederland. Voor Tiel Geldermalsen eindigde onder andere ook de Rotterdamse haven.